Hallo lieve Ram, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 44, 28 oktober tot en met 3 november. Het is een algemene reading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve Ram, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Je leeft in het hier en in het nu. Je mag risico's gaan nemen, nieuwe kansen gaan pakken, zodat je aan je eigen toekomst kan werken. En voor een aantal van jullie is het daadwerkelijk huisje, boompje, beestje. Dat je dat wilt gaan creëren. Daarbij zie ik ook nieuwe balans, nieuwe inzichten, basis aan jezelf. Misschien ook wel het gezin. Ik zie dat je wilt werken aan je financiën, dat de financiën beter gaan worden. Voor een aantal van jullie ook letterlijk het gezin, nieuwe babytjes, dat soort zaken, maar ook omtrent gezondheid. Dus ik zie dat je heel erg bezig bent op alle facetten om dat goed te krijgen. En ik heb het idee dat je daarvoor nieuwe kansen en nieuwe risico's gaat pakken. Laten we verder gaan kijken, lieve Ram, wat je verder deze week kan verwachten. Oké, ik zie dat je al bezig bent met veranderingen. Veranderingen omtrent een nieuw begin, veranderingen omtrent de basis, veranderingen misschien ook wel letterlijk aan je huis. Er komt in ieder geval veel tevredenheid bij kijken. En af en toe ook weer even twijfel, maar dat heb je nodig om werkzaamheden voor elkaar te kunnen krijgen. Om dingen te kunnen regelen en te kunnen doen. Daarbij zie ik zeg maar dat je echt bezig bent met je doelen te willen behalen. Dat je bezig bent om te gaan kijken waar je zegeningen liggen. En als je dat nog niet doet, neem hier je tijd voor. Ga kijken waar liggen mijn zegeningen? Waar word ik blij van? Wat gaat er goed? Je bent nu wat bezig nog met dat overbruggingen. Er zijn zaken die je aan het afronden bent, oneenigheden. Misschien ben je wel letterlijk bezig ook met verhuizingen of het willen verplaatsen. Maar ik heb het idee dat ik tegen je mag zeggen: probeer niet te vluchten. Dat is niet nodig. Heb begrip voor jezelf en kom in je eigen kracht. Laten we even gaan kijken naar een mooie boodschap nog voor jou. Ja, er zijn wat overbruggingen. Maar blijf in je kracht en geef jezelf de knuffels die jij nodig hebt. Lieve Ram, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.